als je niet op weg komt, kijk even terug naar... Kijk, bij die normale verdeling... Kijk, bij die normale verdeling tekende ik dit. Ja, dat is een... Ik heb een gevonden steekproefgemiddelde. En het zou zo kunnen zijn dat, dat het werkelijke gemiddelde links daarvan ligt. Of het werkelijke gemiddelde ligt rechts daarvan. En die heb ik hier gecombineerd tot één plaatje. Ja, dat kan nu niet, maar dat hoeft ook niet. Want je kunt bij de binomiale verdeling rekenen aan beide losse plaatjes. Dat klinkt een beetje abacadabra, maar als je voor de binomiale verdeling deze twee plaatjes maakt, dus dan staat hier de verwachtingswaarde die je niet kent. En hier het gevonden steekproefgemiddelde. Ja, de fractie heet dat, hè, bij binomiaal. En een tweede plaatje heb je hier, ja, de rechter die je niet kent, de verwachtingswaarde. En links daarvan staat dan het gevonden, de gevonden fractie. Oké. Ja, dit is alleen bij Binnenga. Ja. Van de koop aan de wortel 900. Dat wordt wel weer goed. En als je het dit zijn de plaatjes die ik bedoel. Ik gebruik gewoon die tegel. Dus ik krijg alleen maar een waarde. Dan pak ik er dus eentje verder. En nu heb je geen inf-binom, helaas. Waarom niet? Doe niet zo flauw. Ik denk dat je rekenmachine dat niet aan kan. Ik denk bijna wel. Te veel rekenen. Bij mij zit er wel een inverse op. Een inverse? Ja, dat zou ja. Maar, voor de binomiale. Ja. Oh, dat is fijn. Ik hoop het, ik moet dat. Ja. Dan heb je eerst deze. Ja, wel die andere. Ik denk dat ik toch op een of andere manier best wel aardig op weg ben. Ja, ja, maar hij pakt dus ook op zwemmen grenzen. Maar ik denk dat ik een andere. Maar moet je niet. Oh nee, niet 12. Ik zat even heel raar te denken, want moet je die 12 dan niet door de helft doen van je kan. Er worden 12 foute exemplaren gevonden. Is het dan niet zo van dat je dan 2,5% daarvan is rechts en 2,5% daarvan is links? Nee, kijk, dus stel dat dit, de echte verdeling is, hè? Ja. Dus één van deze twee is het of iets daartussen, maar stel dat dit hem is. Ja, die heeft een verwachtingswaarde van... Maar nee, je gaat alleen kijken waar tussen het moet liggen, ja. Ja. Je zegt dan dat je het midden en keer P, een verwachtingswaarde. Ja. Maar bij bijvoorbeeld 8.2 gaat het toch over het interval rondom de pi en niet over het interval rondom de verwachtingswaarde. Dat klopt, dat klopt. Ja. Ja, dat is een goede opmerking. Kijk, we zijn helemaal niet op zoek naar de verwachtingswaarde. We zijn op zoek naar, laat ik hem staan. Hier, we zijn op zoek naar die P. Of de pi in het boek, hè? Naar de kans. Ja.
Ja, maar dan moeten we via de verwachtingswaarde komen gedaan. Oh. Ja, ik heb... Ja. Kijk, want die rolt daaruit. Hè. Die x en die formule die je invult bij, bij i1, dat is die p, zeg maar. Dat is met calc intersect vind je daar weer een waarde voor. Die overigens afwijkt van de waarde in het boek. Nou, dit schiet ook niet op. Dit doe je met een tabel, of niet? Nee, waarom werkt de tabel hier niet? Het boek vindt wel leuk. Omdat kans niet binomiaal verdeeld is. Omdat je te weinig waarde zet. Nou, omdat je? Te weinig waarde zet. Nee, ook niet. Nee, je kunt het bijna zien als je in je boek kijkt naar het antwoord. Volgens mij vinden ze daar 0,1, 2, ja, dus ook 4 decimalen. Ja, dan moet je zo lang in die tabel inzoomen en bladeren en laten rekenen. Dat trekt je rekenmachine niet. Dan misschien net. Dan kun je 1 som doen. Ja, dat is de tijd van dat. Wat zeg je? 4 pakjes. Ja, oké. Dat is gewoon meer kans, hè? Dit is de x's kans. Wat is de kleinste kans mogelijk? Überhaupt, ooit? Nee, no, wat is de grootste kans mogelijk ooit? 1? Nee. Ja, dus denk ook met name over de window-instellingen. Ja, die kans, die ligt tussen 0 en 1. Dus je zou 0 en 1 kunnen kiezen. Ja, je kunt wel iets nauwkeuriger kiezen nog, dat scheelt weer rekenwerk. En waar in de buurt zou die liggen? 0,2. Ja, we vonden van de 60, vonden we de 12 die kapot waren. Dus je verwacht iets in de buurt van de 0,2. Nou, dus dan stel je in... Nou ja, wacht eens even. Ja, kijk, hier zit 0,2. Dus hier kun je zelfs als rechtergrens 0,2 opgeven. En doe je linkergrens 0. En hier kun je als linkergrens 0,2 opgeven. En als rechtergrens doe je 0,4 of zo. Even deze afmaken, want ik heb eerst een makkelijke gedaan. Kijk, binom CDF bekijkt naar alles links, hè? Dus kleiner, de kans kleiner gelijk. En in de rechter kan je, hier kwamen we de vorige keer een paar keer in de problemen. Nou, het heeft in ieder geval iets te maken met 1 min, hè? 1 min binom CDF. En dan pak ik, ja, natuurlijk 60. En ik wil die x weer, maar wat moet ik nou hier neerzetten? 9. Nee? Hier zit ik 12 neer. Dat is de gevonden waarde. 11 is het. Waarom 11? Omdat die ene eraf gaat, omdat die weer op de. Dit gaat om groter gelijk. Dus 12 en groter. Dus kleiner gelijk is 11 en kleiner. Dus hier moet ik 11 neerzetten. En dan kan ik voor I2 kan ik ook weer 0,025 invullen en dan weer calc intersect. Als je het doet, dan van 0 tot de punt. En dan even puzzelen met je window-instellingen. Wat nou als laatste? Wat zou jij als I-min en I-max instellen? 0 en 12 min. Ja, ja. Ja, dat ja, dus tussen 0 en 0,1 zou kunnen. 0,1? Ja, dat zou kunnen. Ja. Je zou hem nog iets smaller kunnen maken, dat scheelt even rekenwerk. Ja. En de x? Tussen 0 en 33? Sorry, de x is de kans, hè? Ja. Wat is de kleinste kans mogelijk? Ja. Wat is de grootste kans mogelijk? Dus tussen 0 en 1. In ieder geval tussen 0 en 1. Ja. Okay. Ja, en als je, dus dat is prima. Je kunt hem nog iets smaller maken. Heeft iemand het uitgerekend? Bijna. Ik heb nou bij mij wel die... Welke eerste heb je gevonden? Doe nog. Ja, die sommen, dan is x is 0,323.
Ja, oké. Okay. Is dat voor die linkergrens? Nou, dat is de rechtergrens. Ja. Als deze. Oké. Je kunt zo ook gelijk je muur uitrekenen. Nee, want de linkergrens vind je 0,1078. Ja, dat is klein. Want hier, in dit plaatje ligt 12 rechts van wat ik ga vinden. Je bent met de hand met die formule, maar dan kom je op 0,399. Met welke formule? Die op de vorige bladzijde staat. Oh ja, ja, dat is, dan heb je een rekenfoutje gemaakt, want die komt iets dichter in de buurt hiervan. Ja. 0,31 nog iets of zo. Dat zijn de antwoorden die staan ook in het boek onder dat voorbeeld. Dus dan zie je eigenlijk, ja, die formule die kun je gebruiken. Maar onthoud hem ten eerste maar eens goed. En ten tweede maakt weleens geen rekenfoutje. En ten derde, die maakt gebruik van die z-waardes, dus van de tabellen. Dus die is iets minder nauwkeurig. Scheelt niet, scheelt vaak honderdste. Een paar duizendste. Maar dan heb je rekening, want je zou wel dichter bij dit getal in de buurt komen. Dus die x was de p, dus we kunnen nu met 95% zekerheid zeggen dat die p, even kijken. Ja, dus wat was die p eigenlijk, de kans op mankement of zo? Geloof ik? 0,2. Ja. Ja, we vinden 0,2 en op basis daarvan, op basis van die gevonden waarde 0,2 of 12, kun je met 95% zekerheid zeggen dat de werkelijke p tussen deze twee waarden is. En je doet uitspraken over de werkelijke p. Ja, je weet het nooit. Je weet het nooit ook helemaal zeker, maar met 95% zekerheid kunnen we zeggen dat die tussen die grenzen ligt. Ja. Oh. En als je nou wel die inverse hebt, ik weet alleen niet wat voor getal ik dan met iemand vul. Ja, dat moet je naast doen, maar dat nee, maar ik bedoel, je weet je 60, je weet je 12. Op dit punt ook. Zou ik zijn met de percentage? Ja. Met de waarde van de S. Hoe voel je deze in? En met de 60. Ja, die waarde voor x natuurlijk. Ja, dus dit. Gewoon bij. Die ken je niet. Okay. Dit. Binomiaal. Eigenlijk heb je er niks aan. In dit geval. Binom CD. 60. Ik zal mijn mensen op school nog eens vragen. Die er zijn. En die PX. Nee, maar die bovenste is toch 1? Ja. Ja, want die heeft die. Die grens. En hij is groter dan en hij kan alleen maar kleiner. Ja. Dat is het stukje dat we hebben. Het driehoekje dat precies. Ja, maar ik heb het helemaal niet. Die heb ik een foutje hier. Oh, wacht even. Laten we het volgende doen. Het is bijna wat vlaagd. Laten we het volgende doen. Laten we zeggen, we gaan om 7:45 vellen. En neem tot die tijd even pauze. En oefen voor jezelf even met deze sommen. Als je vragen had over het huiswerk, dan kan dat ook hoor. Ik blijf gewoon hier. Dus daar kunnen we ook even naar kijken. Dus toch heel veel over zeggen hoor. Kijk, in de presentatie zelf staat de oplossing van deze vraag, althans in beginsel. En daar moet je nog wel wat voor doen. En 8.3, dat voorbeeld, daar hadden wij het net over, dat zit erin. Dat is eigenlijk hetzelfde als 8.2, alleen met een steekproefgrootte die 10 keer zo groot is. En dan zie je dus dat je met dezelfde zekerheid een veel nauwkeuriger uitspraak kunt doen over die kans. En dat is een beetje de ontdekking die daarbij hoort. Is het oké voor jullie om naar het onderzoeksdeel te gaan of hebben jullie nog heel veel vakinhoudelijke vragen?